Tot nu toe hebben we gekeken naar het omrekenen van grammen naar mol en mol naar gram. En je wist eigenlijk niet precies waarom je zoiets deed. Maar vandaag hopelijk wel, want we kunnen nu met behulp van reactievergelijkingen uitrekenen hoeveel eindproducten er ontstaan bij een reactie als we de hoeveelheid beginproduct kennen. En dat kan met die mol. En dat gaan we zien aan het volgende voorbeeld. Friso verbrandt 10 gram ethanol volgens onderstaande reactievergelijking. Je ziet hier, het ethanol wordt volledig verbrand en ontstaat CO2 en H2O. We kunnen nu gaan uitrekenen met behulp van een mol hoeveel gram CO2 hierbij vrijkomt. Pak je nou zoiets aan? Allereerst wat je doet, je maakt kolommen nadat je de reactievergelijking hebt genoteerd. Je zet kolommen onder de reactievergelijking en je noteert erin de molverhouding. Die molverhouding komt niet uit de lucht vallen, die haal je uit de reactievergelijking. Want eigenlijk kun je zo'n reactievergelijking als volgt lezen. 1 mol ethanol reageert met 3 mol zuurstof tot 2 mol CO2 en 3 mol water. Vervolgens noteer ik in de kolom van ethanol hoeveel gram ethanol ik ga verbranden. Of friso. En we willen weten hoeveel gram CO2 daarbij vrijkomt. En dan zie je, we hebben gegevens over deze kolom, over deze stof. En we willen deze weten. Het verband tussen deze kolom en deze kolom, ofwel het verband tussen ethanol en CO2, is bekend, want dat zit in die molverhouding opgesloten. 1 mol ethanol reageert tot 2 mol CO2. Dus als ik hier het aantal mol kan bepalen, dan kan ik via die molverhouding het aantal mol CO2 hier berekenen. En dat gaat Friso doen. Laten we eens kijken. We hebben het aantal gram ethanol. We zitten dus hier in ons overzichtje. We willen naar de mol. En dat kan dus via deze formule. Het aantal mol is massa gedeeld door de molaire massa. Dat betekent dat ik de molaire massa moet weten van ethanol. En die kan ik uitrekenen. 2 keer 12,01 plus 6 keer 1,008 plus 16, 46,07. En we hebben geluk vandaag, hij staat ook rechtstreeks in tabel 98 van je BINAS. Ik ken dus de molaire massa van ethanol. Dan kan ik dus het aantal mol berekenen. 10 gram delen door die 46 levert mij 0,217 enzovoort mol op. Hier zet ik van die puntjes neer om aan te geven, joehoe, dit getal ga ik nog niet afronden, laat ik mooi staan op mijn rekenmachine. Nu gaan we naar het verband toe van deze kolom en die kolom. Die molverhouding is bekend, 1 staat tot 2. En daarvan ga ik gebruik maken om het aantal mol CO2 hier te bepalen. Want het aantal mol 1 op 2, de molverhouding is 1 op 2, hoeveel mol ethanol heb ik? Dat is die 0,21706 mol die ik heb uitgerekend. En dan kan ik hier uitrekenen dat ik 2 keer zoveel mol CO2 heb. Ook dat rond ik nog niet af. Ik vul het wel even hierin. Ik rond het nog niet af, want de vraag was hoeveel gram is het. Dus ik moet nog verder gaan rekenen met dit getal. Ik heb het aantal mol. Ik moet weten de massa in gram. Dus ik moet nu deze formule gaan toepassen. En als ik dat doe, heb ik dus weer de molaire massa nodig van CO2 in dit geval. En die is 44,01. Die haal je gewoon uit je BINAS. En als ik dan uitreken massa is molaire massa keer mol, vind ik 19,11 gram. En dat is mijn antwoord. Dat is mijn eindantwoord. En dus hier krijg ik 4 significante cijfers. We gaan ermee oefenen. Franca ontleed 3,42 gram ijzer-3-chloride in ijzer en chloor. Bereken hoeveel gram chloor zij hierbij maximaal kan vrijmaken. Succes! Nou, het eerste wat je doet, je maakt de kolommen onder de reactievergelijking en je noteert de molverhouding erin. In dit geval dus 2 staat tot 2 staat tot 3. Dan weten we dat het gaat om 3,42 gram ijzer-3-chloride. En we willen weten hoeveel gram chloor er hier vrijkomt. We willen dus informatie hebben uit deze kolom. Het verband tussen die en die kolom is de molverhouding. 2 staat tot 3, dus ik moet dit omrekenen naar de mol. Dat kan. Massa omrekenen naar mol via deze formule.
Dan heb ik dus de molaire massa nodig van ijzer-3-chloride. Die haal ik uit mijn binas. En dan kan ik het aantal mol berekenen. Massa gedeeld door de molaire massa, 0,02108 mol. Niet afronden, mooi op je rekenmachine laten staan. Het is geen eindantwoord. Aantal mol ken ik van deze kolom, dus het aantal mol ken ik van deze kolom. Want die molverhouding ligt vast. En die is 2 staat tot de 3 in dit geval. Dus 2 staat tot 3 is als 0,021 staat tot 0,03162 enzovoort. En dat is het aantal mol chlorgas dat hier bij Franca vrijkomt. Dus nog geen antwoord op de vraag, want we willen het weten in grammen. Nou, als ik het aantal mol weet en ik wil naar gram, dan heb ik dus deze formule nodig. Massa is molaire massa keer mol. Dus ik wil de molaire massa weten van chlorgas. En die is 2 keer de massa van chloor, 2 keer de molaire massa van het atoom chloor. 70,90 gram per mol. En dan kan ik die massa berekenen. Dus molaire massa keer mol. En dan vind ik 2,24 gram, 3 significante cijfers. We gaan naar de volgende. Mathilda en Sarah demonstreren op de open dag van school de verbranding van witte fosfor volgens deze vergelijking. Ze nemen hiervoor 2,13 gram witte fosfor. Vraag 1. Bereken hoeveel gram zuurstof zij hiervoor tenminste nodig hebben. Bereken dan hoeveel liter zuurstof zij hiervoor nodig hebben. De dichtheid van zuurstof is gegeven. En tenslotte bereken hoeveel liter lucht hiervoor tenminste nodig is. En ga ervan uit dat lucht 20,1 volumeprocent zuurstof bevat. Succes! Het eerste wat we gaan doen, je weet het inmiddels. Je noteert de reactievergelijking en je maakt er kolommen onder. We noteren de hoeveelheid witte fosfor die is gebruikt en we willen weten hoeveel gram zuurstof hier tenminste nodig is. Ik ken de molverhouding, dat is het verband, dus ik moet alles omrekenen naar de mol. Ik zeg altijd tegen leerlingen, doe me een lol, reken om naar de mol. Gaan we doen. We hebben de massa, dat is daar, we willen naar de mol, dus we moeten deze formule gebruiken. Molaire massa van witte fosfor is die van 4 keer 30,97. En als ik hier het aantal mol bereken, vind ik 0,017 mol. Molverhouding 1 op 5. Dus 5 keer zoveel mol, 0,0859 mol zuurstof is hier nodig. De vraag was hoeveel gram is dat? Ik heb het aantal mol, ik wil het aantal gram weten, dus ik moet via deze groene formule verder. Massa is molaire massa keer mol. Molaire massa van zuurstof 2 keer 16. 2 keer 16 vermenigvuldigd met dat aantal mol geeft mij 2,75 gram. Gaan we naar de volgende vraag. Hoeveel liter is dit? Ik heb dus 2,75 gram zuurstof. Dan ga ik nu mee verder rekenen. Dus ik ga verder met het getal op mijn rekenmachine. En ik wil weten hoeveel liter zuurstof dat is. Nou, de dichtheid van zuurstof was gegeven. Hier is mijn massa, daar is mijn volume, dus ik ga deze formule toepassen. En dan vind ik massa gedeeld door de dichtheid, uitgedrukt in gram per liter. En die is in gram, dus het antwoord komt in liters, 2,10 liter. Ja, sommige leerlingen vinden een verhoudingstabel makkelijk. Aantal gram per liter, 1,31 gram is de massa van 1 liter zuurstof. Nou, ik heb niet 1,31 gram, maar 2,75 gram. Hoeveel liter hoort erbij? Die keer die gedeeld door die vind je ook 2,10. Dus 2,10 liter. Gaan we naar de derde vraag van dit vraagstuk. En dat was hoeveel liter lucht is hiervoor tenminste nodig? Ga ervan uit dat lucht 20,1 volumeprocent zuurstof bevat. Aha. 20,1 volumeprocent, dus 20,1 liter zuurstof op de 100 liter, procent. Ze hebben 2,10 liter zuurstof nodig, dus hier noteer ik 2,10. En dan kan ik hier het aantal liter lucht berekenen. Die keer die gedeeld door die 10,4 liter lucht, en dat was het antwoord.
We gaan naar de laatste vraag. Joey en Challing bepalen het massapercentage kaliumchloride van een mengsel van magnesiumoxide en kaliumchloride. Ze nemen hiertoe 6,13 gram van het mengsel. Het kaliumchloride zetten zij om tot kalium en chloor. En de massa van dat chloorgas dat hebben ze bepaald en dat bedraagt 0,862 gram. Aan de hand hiervan kunnen zij het massapercentage kaliumchloride bepalen dat zij onderzochten. En dat gaan wij uitrekenen. Succes! Hier nog even kort. We willen het massapercentage kaliumchloride weten in het mengsel. En we weten van het mengsel, als we het onderzoeken, kwam er 0,862 gram chloorgas vrij. Volgens deze omzetting. Het kaliumchloride werd omgezet tot kalium en chloor. Ik zet de molverhouding eronder. En de massa van het chloorgas. Want dat heb ik nodig. Immers. Uiteindelijk wil ik weten wat het massapercentage kaliumchloride is in het mengsel. Het massapercentage is de massa van het kaliumchloride gedeeld door de totale massa. Nou, die totale massa die kennen we al. Dus we moeten nu weten wat de massa is van het kaliumchloride. Hier dus, deze massa willen we weten. Aha, dat kan via die molverhouding. Dus ik moet dit weer omrekenen naar de mol. En dat gaat via de molaire massa van chloor 2 keer 35,45. En dat levert mij op 0,01215 mol. Mol laten staan op je rekenmachine. Molverhouding 2 op 1, dus hier 2 keer zoveel mol. Dus die 0,024 mol. Dat moet ik omrekenen naar grammen via de molaire massa. Massa is molaire massa keer mol. De molaire massa haal je uit je binas keer het aantal mol. 1,81 gram. En dit bedrag is dus de massa van het kaliumchloride. Dat kan ik in deze formule gaan invullen. En als ik dat doe en ik deel door de totale massa, die 6,13, dan vind ik een massapercentage van 29,6%. En dat was hem. Oké, dit was hem. Bedankt.